Stichting de Maatschappelijke Meerwaarde organiseert maandag 13 juni de uitreiking van de MVO Award 2016. De MVO Award is een prijs voor het bedrijf dat zich onderscheidt door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven uit Nijmegen, Beuningen, Heumen en Wijchen mochten meedoen. Donderdag ging de jury op bezoek bij de drie finalisten. Nou, als ik kijk naar het ontstaan van het tweede jaar, wat ligt in de mensen die voor ons werken, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt die zelf commercieel aan de slag wilden, denk ik dat we gewoon een hele goede kans maken. Ze hebben hier een commercieel product neergezet, wat zeer gewaardeerd wordt, nationaal en internationaal. Dus ja, als het dan geen kans maakt, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dat was een prima gesprek. Ik denk dat wij goed hebben kunnen laten zien wat Schot Aanwater rondom MVO wil realiseren. En wat wij, welk draagvlak wij bij onze medewerkers daarvoor weten te creëren. Ja, het was een ontzettend leuk gesprek. Heel inspirerend. Doordat zij vanuit alle invalshoeken vragen aan ons stellen, wij ook hele mooie verhalen konden vertellen. Ik heb over het gesprek een heel goed gevoel gekregen. Ik weet niet wat anderen voor goed gevoel en goed gesprek hebben. Dus die weging kan ik natuurlijk niet maken. Maar als ik terugkijk, denk ik, nou, het was gewoon een heel vlot verlopend gesprek. En ook echt oprechte interesse in duurzaamheid in de gezondheidszorg. Dus dat vond ik wel heel mooi. Voor de ondernemers is het nu wachten op de mening van de jury. Ik denk dat ze heel enthousiast waren en de beelden zullen dat wellicht tonen. Maar die vonk hebben zij denk ik ook gemerkt. En het zeer innovatieve, de artificiële intelligentie, dus zelfdenkende computersoftware, dat het tot zover gaat, juist met de kwaliteit van deze mensen, dat we dat kunnen bewerkstelligen. Dat hebben ze denk ik wel meegekregen, ja. Ja. Omdat we 3 jaar geleden ook meededen, niet hebben gewonnen. En de afgelopen jaren nog verder door hebben ontwikkeld op onze MVO-beleid en de prestaties erbij horen. En ik denk dat dat wel laat zien hoe serieus wij dat al structureel jarenlang oppakken. Ik hoop ook echt dat wij het worden, omdat we daar ook mee een statement kunnen maken naar de hele gezondheidszorg. Van jongens, we zijn de grote vervuilers, we kunnen er veel aan doen. En we kunnen ook impact hebben op de gezondheid van mensen, doordat als we beter met het milieu omgaan, worden ook minder mensen ziek van het milieu. Dus dan hoeven we niet te dweilen met de kraan open, zoals ik het wel eens zeg. Dus ik denk, ja, ik hoop wel dat we het worden. We hebben 3 interessante bedrijven gezien. 3 zeer verschillende bedrijven gezien. Een bedrijf wat recentelijk is opgericht. Ander bedrijf wat al vele jaren actief is. Wat ik zie is enthousiaste mensen die enorm bezig zijn met het MVO-vraagstuk. En vanuit de hele organisatie allerlei ideeën opborrelen om een beter MVO beleid te gaan voeren. Ik ben heel enthousiast geworden. Voor ons is een zware taak, denk ik nu, om de juiste daaruit te kiezen.